is een stoere meneer. Ik ben stoerder, want ik heb gewonnen. Yeah! Oh, Double Coins Weekend. Kijk, smaak en al de steun, dat is lang geleden, maar het is tijd weer voor een nieuwe Hunger Games. Ja, zoals je kan zien heb ik rechts 31 wins, maar wel 429 echte kills gemaakt. We hebben 588 muntjes en het wordt tijd om de tower in te duiken. Waarom de tower, mensen? Dat ga ik jullie uitleggen. Omdat de tower een hele fijne, gunstige, leuke, toffe map is. Waar je, ja, als je helemaal goed staat, de rest allemaal naar beneden kan killen. Waar ik de laatste tijd heel erg mee in de clinch zit, is dat ik nog steeds niet weet welk pakket ik moet kiezen. Er zijn vast wel mensen van jullie die supersterk zijn in de Hunger Games. Welk pakket raden jullie aan? Die van de Albert Heijn, van de Aldi, van de Lidl of de pepernoten van Sinterklaas en Zwarte Piet? Mag ik jullie weer kiezen? Nee, die hebben ze niet. Ik sta gewoon bij de toren. Jij zit ook te kijken. Ja. En jij ook. Ik moet even iets bedenken. Wie is Nermin? Nermin, rot the fuck up. Ik ben Nederlands. Dat is mooi, Nermin. 10 seconden en dan gaan we naar achter rennen. Jij gaat hetzelfde doen, hè? Haha, hier had je niet op gerekend, hè? Loser. Moet op rennen, Vincent. Rennen, Vincent, want hij zit achter aan. Rennen. Shit, geen geluk. Geen geluk. Waarom heb ik nou geen geluk? Geluk? Geen geluk. Geen geluk. Omhoog. Gewoon alleen pakken wat necessary is. Dat hij niet mag hebben. Hij mag dit niet hebben. Doorrennen maar, denk ik. Yes, we hebben een zwaard. We hebben een zwaard. In de aanval. Of niet? Ze rent omhoog. Fuck you, Miley Cyrus. Wat? Wat de hel? Ik had meer protection dan haar. Ik heb haar 4 keer geslagen en zij killt mij? Hoe de hel kan dit? Dit gaat nergens over. Hacker. Hoi, slime. Echt stom, hoor. Ik vind het zo stom. 4, 3, 2, 1. Pizza! La, 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 la. La, 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 la. McDonald's. Kent je fried chicken in de Pizza Hut? We gaan met z'n allen naar de Hunger Games in de McDonald's. Naar de McDonald's. Waarom praat jij Russisch? Ik snap er geen fiets. Wat de hel? Dit is de emergency exit. Alleen maar voor echte bazen dit. Daarom hebben ze hier iron boots. En voor de rest niks. Maar mensen, niet getrut. Ik heb een zwaard. Ik ben niet bang om te gebruiken. Alleen ik moet hem wel even pakken. Raaah, voor Sparta. Fietsbel. Waar is die stoere meneer die net naar beneden kwam springen? Waar is die stoere meneer heen? Stoere meneer, waar ben jij? Daar ben jij, stoere meneer. Hoi meneer. Vorige keer deed je ook zo stoer, hè? Ja, en nu zit ik achter je aan met je lelijke bow. Hier, pap. Bam, jongen! Nu doe je niet meer zo stoer. Stoere meneer. Ik ben stoerder, want ik heb gewonnen. Yeah! Oh, Double Coins Weekend. McDonald's. Double Coins Weekend. Hoi, doei. Ze zijn gewoon met z'n tweeën aan het teamen. Allebei een stone sword. Hoe moet ik daar tegen kunnen vechten? Dat is onmogelijk. Gaat me nooit lukken. Daar staat één iemand. Dat gaat me wel lukken. Hallo? Iemand thuis? Ik ben een boef. Ik ben heel goed in inbreken. Ja, ik doe het echt! Schuldig! Shit, er rennen 2 mensen. Oh, hij heeft bijna precies hetzelfde wat ik heb. Waar zijn ze heen? Oh, dit gaat best lekker. Hallo, iemand thuis? Hallo, ik ben op zoek naar u. De loser is real! Doei! Nee, die wil ik juist hebben. Oh, hij heeft wel een broekje. Hij heeft nog een stone sword. Moet je nagaan. Oh, mensen, ik ben rijk. Tata! Helm is voor mij. Deze ben ik niet nodig. Nodig. Dank u, meneer. Bedankt voor het doodgaan. Ik heb een zwaard en ik ben sterker dan ooit. Ik ben best sterk. Ik voel me best goed. Hopelijk kom ik niet dat team van 2 tegen. Dan ben ik fuck. Alleen, dit is een magnifiek potje. Beter dan dit kan het niet. Hoi. Wat? 3 klappen. Zag je dat? 3 klappen. Nah, dat is niet eerlijk. Kill hem. Kill hem, team van 2. Vermoord hem. Maak hem af. Doe alles wat je wilt. Loser, ik had ook iron boots. Waarom heeft hij zijn iron boots niet aan? Dude, ik had iron boots. Hoor je mij? Ik had iron boots. Ik had hem gewoon bijna dood. Hij was gewoon bijna dood. Wow, what the fuck is dit? I missed, sukkel. Kill hem. Please, kill hem. Hij staat achter het ding. Nog 1 klap. Dude. Je hoeft hem maar 1 keer te slaan en je loopt zo van de dingen af. Waarom deed je dat? 1 klap. Je was aan het winnen in het gevecht. 1 simpele klap hoefde je hem te geven en je had gewonnen. Geen slimme jongen was dat. 3, 2, 1. De laatste match van de dag. Kijk wat het gaat brengen vandaag. Dat is waar. Daar heb ik ook redelijk wat in geüpgrade. Ik ben alleen benieuwd hoe sterk sommige upgrades zijn. Ik hoop dat ik nu ook echt een keer ga winnen. God damn it, wat duurde dit lang? 3, 2, 1. Pizza! Oh, kut, ik moet wel rennen.
Ik heb echt 3 keer poep gepakt. In dit huis zit niks. Goed zo vindt ze het niet naar omkijken. In dit huis zit wel wat. En hier zit een chest. Een zwaard. Een axe. Yes. En zit hier wat? Hier zit niks. Oh, ik zie een chest. Alleen ik heb jeuk aan mijn neus. Shit. Ah, daar, hier. Nice, 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 nice. Ik heb iron boots. Holy moly. Holy moly. Wie wilde met mij spelen? Wat als je nou zo'n sterke kit hebt, dat je gewoon eigenlijk verstoppen moet vanaf begin en dan daarna iedereen kan killen? Dat zou sterk zijn. Dat zou echt super sterk zijn. Dat je gewoon zonder na te denken gewoon alleen maar weg hoeft te rennen en daarna even een minuutje in een hoekje wachten of zo. Wow. Kijk, die zie ik zitten. Hallo meneer. Wat? Wat? Dutch Turns was killed by dinges en ik kill hem daarna. Hoe kan je iemand killen en zelf daarna ook nog doodgaan? Uitleg Minecraft. Uitleg. Als je dood bent, dan kan je toch niet nog een keer een klap geven waardoor iemand ook nog een keer doodgaat. Dat zou echt voor mij nieuw zijn. Ik speel zo lang Minecraft dat dit niet kan. Dit is ongelooflijk. Kan dat? Psst. Kan dat? Wat? Doodgaan als je iemand al gedood hebt? Nog een keer doodgaan? Nou, mensen, het zal allemaal wel. Laat even in de reacties achter of dat kan. Wat is de sterkste kit die ik optimaal moet upgraden, zodat ik altijd win? Jullie zullen het vast beter weten dan mij. Mocht je dat een reactie en een lieve like hebben achtergelaten, zie ik jullie graag bij de nieuwe Hunger Games. En zoals gewoonlijk zeg ik altijd, ciao! Yo!